Dat is een ontzettend mooie asbak, maar ook gereedschappen vind ik echt heel erg mooi. Deze voorwerpen zijn allemaal te bewonderen vanaf zaterdag in het nieuwe Wildtolfijner Museum. Wildtolfijner was tussen 1929 en 1999 de grootste scheepswerf van Schiedam. Naast de asbak zijn er ook nog andere voorwerpen te bewonderen. Nou, het zijn voornamelijk relatiegeschenken, daar zijn er heel veel van. Wilton was ook de werf met de meeste relatiegeschenken van allemaal, dus dat is al een hele verzameling op zich. Ik ben ooit begonnen met het verzamelen, het idee van, nou ja, mijn opa heeft daar 55 jaar gewerkt. Ik zal zien dat ik wat kleine dingetjes verzamel, pennen en sleutellangers. Maar uiteindelijk waren die relatiegeschenken al heel veel, maar kreeg ik later ook heel veel gereedschappen van Wilton. Die heb ik van de schroothandelaar gekregen. En dat is een container vol met echte Wilton Feyenoord gereedschappen. Wat begon als hobby eindigde met 9 containers vol met waardevolle spullen. Dus 2 voor opslag, 7 voor tentoonstellingruimte. Die zijn nog niet klaar om in te richten, maar ik heb wel een grote unit dit jaar gekocht. En die is nu ook volledig ingericht en hoop ik dat het morgen ook allemaal klaar is. En dat de mensen in ieder geval vast iets kunnen zien. Het is nog niet klaar eigenlijk, maar waarom heeft het toch besloten om dan morgen alsnog open te gaan? Nou, ik doe het ook met name voor de ex-Wilton Feyenoord werknemers. En ja, die worden steeds ouder. Gelukkig leven de opvolgers van mijn grootvader nog. Maar de een is 97 en de ander is 103. En dat is ook eigenlijk wel, dat zijn de mensen die echt de mooiste tijd van Wilton hebben meegemaakt. Dat zijn de jaren 50, 60 geweest en daar leven er nu nog heel veel van. En ik vind het gewoon leuk om dat met die mensen te delen. En ik ben ook gek op verhalen over Wilton, want die zijn echt fantastisch. Het is genoeg moois te zien in ieder geval dus. Ja, zeer zeker. En het is ook zeer zeker de moeite waard. Het tweede doel van het museum is, daarom noem ik het interactief, alle gereedschappen en machines die er staan, die kunnen ook in werking gezien worden. En ik wil daarmee ook de volgende generaties zien te interesseren. Scheepsbouw, reparatie en techniek in het algemeen.